Ze zijn er 3 jaar lang mee bezig geweest en vandaag heeft Theaterspectakel Noord hun try-out in de Eurohal Zuidbroek. Jij bent bijzonder. Was ik jong, dan hoorde hij bij mij. Hoe gingen de try-outs? Ja, heerlijk. Het was een volle bak. Er waren heel veel mensen dus. En er werd waanzinnig gereageerd. Er is heel veel gelachen. Ik vond het heel leuk. Echt sprankelend. Echt een cadeautje vond ik het. Oké, niks fout gegaan? Nou, technisch wel. Technisch waren wat dingen. Er was een lamp gevallen en een gitaar deed het niet en dat soort dingen. Maar dat hoort er ook een beetje bij. Maar als dat soort dingen, dan geeft het ook vaak wel een beetje energie bij iedereen. Want dan moet je het gaan oplossen. Dus het was echt een sprankelende energie. Maar dat kregen we ook terug van het publiek. Ja, dat merkte ik ook. Ja. Ik maak theatervoorstellingen, hebben altijd een relatie met de aarde. En op een of andere manier hoe wij met elkaar en de aarde omgaan. Nou ja, dan iets gebeurt er naast de deur in Groningen zaken, hè, met wat wij doen met de grond en noem maar op. Nou, dat weet iedereen met de aardbevingen. En toen dacht ik van, ik grijp dit aan om een groter verhaal te vertellen. En het grote verhaal zit ook in het kleine verhaal van de mensen zelf. Hoe ging de try-out? Fucking lekker. Fucking lekker? Ja, bij mij in elk geval. Niet alles ging goed, maar bij mij ging het, ik zat er echt lekker in. Ik speel een opstandige puber die heel graag het huis uit wil en die zich helemaal kapot ergert aan haar ouders. En die fase heb ik natuurlijk zelf ook meegemaakt, dus ik kan me best wel inleven. En past het dan ook helemaal bij jou, dat punk en new wave? Ik vind het wel een gave look. Maar ik zou er zelf niet mee over straat lopen. En hoe is dat dan, zeg maar, om 3 rollen te hebben, om die verschillende personages te spelen? Ja, leuk cadeautje is het. Ja. Er zijn namelijk alle 3 hele leuke personages. Dat wil zeggen, eentje is heel leuk om te doen. Dat is wel een cadeautje. Ja, want dan wacht ik namelijk even los. Welke is dat? Ja, dat ga ik even klappen natuurlijk voor de mensen. Nee, die in het witte pak. Ja, ik weet is, het. Dat is nogal leuk om te doen. Wacht even, waar is die boerderij heen? U heeft nog ogen in uw hoofd. Ziet u daar een boerderij? Nee, waar is die boerderij heen? Je hoopt natuurlijk wel dat het gezien wordt en gewaardeerd wordt. Ik bedoel, het is een van de eerste grotere culturele voorstellingen na corona. Ja, dat is dus wel heel spannend, ook voor iedereen. Ja. Maar ik merk het publiek die dan meeklapt en blij is en die meegaat in de emotie. Ja. Je ziet ook dat ze meeleven met de mensen door dit te doen, of arm om elkaar heen. Of, ja, dan denk ik, ja, daar doe je het voor. Ja, daar doe je het voor.